We meten in welke hoek ze in het water komen. We meten hoe groot het gat is waar ze doorheen gaan. Als je een tiende of al is het maar een paar honderdste kunt winnen op je start, ja, dat kan aan het einde van de race het verschil zijn. Dus. Het is verticale lijn laten haar snelste start ooit zien. En deze afstand ligt ze nu achter op haar snelste start ooit. Nou ja, ik denk dat het gewoon een systeem is wat in de top van de wereld meedraait. De periode van proefdraaien, solderen en weer nieuwe software is definitief voorbij. €150.000 heeft het gekost. Net bedrijfsklaar en nu al belangstelling uit binnen- en buitenland. En wij hebben een paar jaar geleden geroepen, we willen het beste meetcentrum ter wereld worden. En ik vind wel aardig dat een trainer uit Italië, die internationale topzwemmers traint, naar hier toe komt om bij ons geanalyseerd te worden. Voor die analyse moet wereldrecordhouder vlinderslag Evgeny Korotishkin wel een zwembroek met lampjes aan. Take your marks. 64. In plaats van een systeem exclusief voor de Nederlandse zwemmers in te zetten, hoopt Indoor Sportlab juist veel wereldtoppers voor de camera te krijgen. Hoe meer mensen hier op bezoek komen, hoe beter. Want daar profiteert de Nederlandse zwemmer uiteindelijk ook van. Bijvoorbeeld op de vlinderslag in Jurie Verlinde straks kunnen laten zien hoe zijn tegenstander het doet. En de tegenstander krijgt alleen zijn eigen gegevens, maar wij hebben de filmbeelden en de gegevens van die topper, maar ook van al die andere toppers. Dus onze zwemmer wordt beter geholpen dan diegene die naar huis gaat. Dat je gewoon weet van wie zet het hardst af, wie komt het verst in het water, wie heeft de beste onderwaterfase en vooral hoe doen ze dat nou eigenlijk? Want daar kunnen wij enorm veel van leren. Of zwemmers door de startanalyse inderdaad sneller zijn, moet vanaf donderdag zichtbaar worden tijdens de Amsterdam Swim Cup 2010.